Good morning, this rainy day. For all English listeners, I quickly want to say this vlog will be in Dutch, as it is a collab with a Dutch channel, Moto Test TV. So from here on forwards, the rest will be in Dutch. If there's anybody who wants to subtitle it, I don't mind. But I most likely, there's a big chance I won't do it. Ik zet er nog wel lekker naast, dan moeten we passen. Zolang zij niet voor tweeën zijn. Ah, makkelijk. Ja, dat zat er al. Ja. Ik ben niet de enige idioot in elk geval. Nou ja, als het droog zou zijn, hadden we hier kunnen filmen. Dat is de parkeergarage van het treinstation. Maar volgens mij is het niet droog hier. Oeh, dat is nieuw. Ja, maar het hek wel. Dat betekent alleen waarschijnlijk dat de rotonde ook opgebroken is. Ja, dat is jammer. Geen idee, komen we zelf wachten. Maar het is wel goed om te weten, want ik wou hier volgende week zaterdag ook langs, dus. Ik wou die kant op. Zo te zien kunnen wij linksaf. Heel interessant, maar ik ben benieuwd. Daar! Nou, dat kan. Weer met de neuzen naar elkaar toe of? Goedemorgen. We zijn nu de intro voor Moto Test TV aan het filmen. Althans, alles aan het klaarzetten om te filmen. En dan proberen. Proberen om in de zon te blijven. Voor het volledige interview, uiteraard, van het Moto Test TV kanaal. Wil je wel even noemen dat blauw in blauw, dat past bij jou? Blauw in blauw past bij mij of bij jou? Ja, bij ons allebei. Je schept een blauwe band in. Oh, nou, sterker nog. Veel eerder moeten doen. Maar ik heb natuurlijk, alle intro heb ik al gefilmd. Ik heb er net natuurlijk nog wat gefilmd bij onze intro met de andere camera. En anders maak ik er nu nog wat moois bij. We reizen graag de wereld rond. Dus schrik niet als je er een tegenkomt. Ze zijn heel vriendelijk, jou ook tegen jou. Hey. Hey, dat was leuk, man. Ja. Ja. En wie weet, dat het een keer. Zeker waar ze
sowieso. Dan wel een meet, dan wel de motorbeurs, dan wel whatever. Ja. Yes. Is goed. Is goed, gaan we doen. Tot ziens. Oh, interessant. Ja, druppels aan de binnenkant helpen niet mee. En dan druppels op de bril. Maar zolang het pak droog blijft, is het goed. Mooi voorbeeldje van, we rijden het hele jaar door, dus ook weer regen. Tot ziens! Zoals je kan zien rijd ik nu in de regen, Motortest TV ook ergens, maar we zijn onze gescheiden wegen gegaan. We hebben de regen geprobeerd voor te blijven, dat is grotendeels gelukt. Eindshot is in de regen. Beter dan vorige keer, toen was het alleen maar regen. Rond de tijd dat ik dit online gooi, zal de video bij Motortest TV snel verschijnen, dan wel net verschenen zijn. Dus link in de beschrijving beneden van in elk geval zijn kanaal en met een beetje geluk ook zijn video. Het was een goede ervaring. Interessante ervaring en het was, het is top dat het eindelijk gelukt is, want laten we eerlijk zijn, dit was stiekem poging 3 of datum 3. Ik heb niks van de rit zelf, omdat ik een SD kaartje van hem had, want dat was lekker makkelijk, SD kaartje teruggegeven van hem en hoppakee, klaar is Kees. Ach, het kan zo makkelijk zijn. We zijn deze kant op gevlucht om de regen voor te blijven, anders waren de hoeksen waard ingedoken. Nee, het is een mooi interview, goede vragen en ik hoop dan ook goede antwoorden. Dus als je iets meer wil weten over mij, of iets wat ik misschien nog niet verteld heb op dit kanaal, ga naar Motortest TV en check out het interview daar. Ik heb ook interview gedaan met andere vloggers, ook YouTubers. Allemaal motor gerelateerd, dus het is sowieso de moeite waard om even dat te controleren. Wie weet ontdek je nog iemand nieuws. En ik denk dat ik het daarbij gewoon ga zeggen, bedankt voor het kijken. Like, subscribe en comment, you know the drill. En als je nou denkt, nou dat Nederlands, dat ligt me wel, doe je nog wat vaker in het Nederlands? Ja, soms. De laatste tijd iets meer dan gemiddeld. En dan komt het dan gewoon met meer en meer en meer samenwerken met andere Nederlandse modelvloggers die het in het Nederlands doen. Dus er komt wat meer Nederlandse content hier en daar. Maar een groot deel zal in Engels blijven. Je kan dus, als je wil, subscriben en alleen de Nederlandse vlogs kijken. De keuze is reuze. Oké. Okay. Thank you for watching. And I will talk to you guys soon.